swingende supersterren. Zijn jullie klaar voor een beetje magie? Mooi zo, want vandaag gaan we toveren! Want we kunnen meteen beginnen. Kijk, dit is onze toverstaf. En daarmee gaan wij toveren. In de lucht beginnen we met onze handen. Hocus pocus, iedereen kan toveren. Hocus pocus, iedereen kan toveren. Dus hij gaat eerst boven je hoofd. En voor jou langs. Boven je hoofd, naar je schouder en opzij. En rond. Ja? Dus dat zijn onze toverstafjes. 5, 6, 7, 8. Hocus pocus, iedereen kan toveren. Hocus schouder, iedereen kan toveren. Het is vooral belangrijk wat je met die toverstafjes doet, hè? Dus die benen die zijn eigenlijk niet zo belangrijk. En dan gaan we. Nee, je hoeft geen. Dus we marcheren. Tovenaar. Of vee. Te zijn. Dus marcheer, 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 marcheer. Tovenaar of vee te zijn. Dan hebben we onze voeten weer wijd staan. Ja? Laten we deze twee stukjes even achter elkaar plakken. Daar komt ie. 5, 6, 7, 8. Hocus pocus, iedereen kan toveren. Hocus pocus, iedereen kan toveren. Stap, 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 stap. Tovenaar of vee te zijn en open. Gaat goed? Ja. Mooi zo. Dan doen we onze benen weer toe. En we kruisen. En we zetten open. Hebben jullie dat goed gezien? Ik doe het nog een keertje. Dus we zijn zo geëindigd. Dan doen we ze weer dicht. En we kruisen over. En we stappen wijd. Gaan we proberen er achteraan te plakken. Nog een keer vanaf het begin. Komt-ie. 5, 6, 7, 8. Hocus pocus, iedereen kan toveren. Hocus pocus, iedereen kan toveren. Nee, je hoeft geen tovenaar of vee te zijn. Of een leerling, kruis en over. Hebben jullie hem? Hebben jullie hem? Ja. Goed zo. Dan gaan we nog een keer beginnen met onze toverstafjes. Maar is er net een andere tekst. Luister maar eens goed en let maar eens goed op. Dan doe ik het eventjes voor. Dus we beginnen weer. Hocus pocus, iedereen kan toveren. Hocus pocus, iedereen kan toveren. Stap, 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 stap. Maar dan is het een glimlach. Maak een glimlach op je gezicht. Of een lief gebaar. Alsof je iets aan iemand geeft. En weer laag. En dan doe je eigenlijk weer hetzelfde. Je doet je benen weer toe. Je kruist hem weer. En je doet hem weer open. Dus dat zijn eigenlijk de kleine verschilletjes. Dus eerst is het tovenaar en vee. En daarna is het glimlach en een lief gebaar. Dus luister ook goed naar de tekst en dan weet je wat je moet doen. 5, 6, het tweede stukje. Hocus pocus, iedereen kan toveren. Hocus pocus, iedereen kan toveren. Met een mooie glimlach of een lief gebaar. Dicht en zo. Dat is hem. Dat kunnen we wel eens op muziek proberen, hè? Toverstafjes klaar? 5, 6, 7, 8. Hocus pocus, iedereen kan toveren. Hocus pocus, iedereen kan toveren. Nee, je hoeft geen tovenaar of vee te zijn. Of een leerling van mijn les. Hocus, iedereen kan toveren. Hocus pocus, iedereen kan toveren. Met een mooie glimlach of een lief gebaar. Worden al jouw dromen. Hocus pocus, iedereen kan toveren. Hocus pocus, iedereen kan toveren. Nee, je hoeft geen tovenaar of vee te zijn. Of een leerling van mij. Dat was echt magisch. Een proficiat voor jullie allemaal, want dit is echt geen makkelijke dans. Maar jullie weten het, blijven oefenen en dan wordt het steeds gemakkelijker. Ik zie jullie gauw weer. Dag!